Maar alle foto's zijn omgedraaid. Tandpasta. Goedemorgen, het is een nieuwe dag. Het is vandaag maandag 6 juli. Mijn moeder is vandaag jarig. Ik weet niet of je deze vlog kijkt, maar van harte gefeliciteerd met je 74ste verjaardag. Gisteren zijn we uit eten geweest bij de Rede hier in Lelystad. Oh ja, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is een dagvlog vandaag. Ik ga vandaag de dag vloggen. En ik ga even zien of ik dat elke dag weer kan oppakken. Of dat het misschien net even te veel is. Ook als de kinderen er zijn, dan maak ik een kindervlogje. Of kindervlogje. Dan maak ik een weekvlog van de gastouderopvang. Ik merk dat dat al veel is. Omdat de laatste tijd is het vrij druk. Ik zit nu net te kijken. Maar alle foto's zijn ondersteboven gezet. Ik denk dat de jongens een grapje hebben uitgehaald. Moet je kijken. Alleen Rowena staat nog rechtop. Maar alle foto's zijn omgedraaid. Misschien heeft Steven het wel gedaan. Ik heb geen idee. De humor. De tuin is zo goed als af. Ik zal eventjes een beetje laten zien. Ik was nog wel even mijn koffie aan het drinken. En met Woobot aan het praten. Het is een soort mental coach op je telefoon. Ja, superleuk. Laat zo wel even zien welke app dat is. Maar ik doe het even door het raam heen. Want het is een beetje aan het regenen. Ja, het ligt daar nog, het stoeltje is omgewaaid. Het is van Rosa voor een badje. Dan moet ik nog even een plekje geven. En dan is dit nu de tuin. De boom die hier stond hebben we weggehaald. Die was zich helemaal aan het verplaatsen door het gras heen. Dus die hebben we weggehaald. En daar komen nog andere plantjes. Aan die kant wil ik heel graag plantjes. Of ik zit te twijfelen om hier één groot grasveld van te maken. Dat is nog even wat. En natuurlijk wil ik heel graag aan de schutting wat leuke plantjes en plantenbakken op het terras. Hier is nog het gewone terras ook en achterin is een terras. Het is blij. Ik ben er heel blij mee. De jongens zijn dit weekend geweest. Die hebben met z'n allen meegeholpen. In plaats van de klus aan een wild vreemde te gunnen, heb ik hem aan een van de jongens gegund. Dus dat is dan beter, vind ik. Doe het gewoon aan de mensen die je kent. Ik ga mijn koffie even drinken. Oh, ik zal Woobot nog even laten zien. En kijk wie er hier naast me ligt. Riku. Ligt lekker naast me te slapen. Ik zal even laten zien. Het was een video die ik nu op had gekregen van Woobot. Maar, even kijken hoor. Zo ziet Woobot eruit. En dan krijg je dus opdrachten, zeg maar. Want dan moet je kletsen. Een soort van mental coach. En dan geef je tips en zo. Nou is er nog wel veel wat ik weet en wat ik ken. Maar wie weet, je weet niet waar het heen gaat. Hè? Het is volgens mij een soort AI. Ja, een artificial intelligence die je leert kennen. En dan dus op die manier leert communiceren met je. Ja, leuk. Denk ik. Ik zit ook even te kijken waar ik naar de kapper kan. Want ik begin het echt heel erg beu te worden om mijn haar continu in zo'n staart te hebben. Mijn huidige kapster die werkt voorlopig nog niet. Dus het wordt pas september, oktober denk ik dat die weer gaat werken. Dat duurt me toch net even iets te lang. Dan kan ik alweer voor de tweede keer denk ik. Dus ik ga even kijken waar ik terecht kan. Voor aanstaande vrijdag vandaag lukt me niet. Want eerst komt de boer groente en fruit brengen. En dan komt vanmiddag komen de boodschappen. En er is net even te weinig tijd voor mij om naar de kapper te gaan. Want in de avond moet ik op tijd eten. Want vanavond ga ik even oppassen bij Agnes. Er wordt het tatoeage afgemaakt. De werd steeds uitgesteld. En hopelijk gaat het vanavond voor haar wel door. En dan ga ik daar even oppassen op de kinderen. Dan hebben we natuurlijk de komende 3 dagen de kinderen. En dan kan ik niet naar de kapper. Dus ik hoop vrijdag naar de kapper te gaan. Of misschien donderdag. Nee, woensdag of donderdagavond. Volgens mij is de Yes in de avond open. Ik zit even hard op na te denken. Ik raadskalk. Ik ga stoppen met praten en ik zie jullie straks wel weer. Ja, eerste dagvlog. Tot later. Deze eerst even leegmaken. En dan... Styles! Hij vindt mijn shake heel erg lekker. Maar hij mag niet op het aanrecht. En dan dit even allemaal opruimen. En eerst deze even leeg.
is zo goed als klaar. Nee, nu ga ik eventjes filmen wat ik bij de boer heb gekocht. Dat zien jullie dan weer in de shoplog. Even denken, wat wilde ik nou nog zeggen? Nou, de aandacht is klaar. Even droog maken zo. En dan ga ik even het fruit wat ik hier heb, ga ik even allemaal op het aanrecht neerzetten. En dan zal ik het even filmen voor de shoplog. En dan zie ik jullie later wel weer natuurlijk. Dit is hier in de shoplog. En er is ook een pakketje van de Ethos binnengekomen. Ik heb voor Fleur luierbroekjes besteld. En dat was 1+1 gratis. Dus ja, 2 pakken met luierbroekjes. Verder Always een gratis boekje van Woezel en Pip. Omdat ik luiers had besteld. Washandjes om kinderen hun gezicht mee schoon te maken. Nou ja, vooral Fleur als die gegeten heeft. Ik heb hier shampoo. Dat is ook 1+1 gratis. Lange Fris en Care and Repair. Dove. Dove was ook een aanbieding. Ik heb de roze. En een keer een andere die ik eigenlijk nooit heb. Deze. Tandpasta. En Ethos douchegel. En een palmolive, die was 2 euro. Dat is ook een aanbieding. Die is ook binnen. Echt nu, net achter elkaar ging wel 4 keer de bel. De eerste keer stond er iemand van brand- en preventieteam voor de deur. Of ik brandmelders in huis had. Gingen de hele wijk rond. Toen stond DHL voor de deur met een pakketje wat nog voor Stevens zijn verjaardag is. Ik heb zo'n floating bar voor in het badje besteld. Hij is 23 juli jarig. En het weekend daarna gaan al zijn vrienden komen. En dat badje dat staat er dan zeker. Want dan is het prachtig weer natuurlijk. Hopen we. En dan hebben ze een floating bar voor in het badje. Dat is gekomen met DHL. Ik zal zo even goed laten zien. En oh ja, wat stond er toen? Oh ja, toen stond PostNL voor de deur met etospakket. Toen stond de boer voor de deur met zijn groenten en fruit. En nou kan alleen nog maar de bel gaan vanmiddag voor de boodschappen van de Jumbo. Denk ik. Dit is die floating bar waar ik het net over had. Nou, ik kan het niet zo heel goed vasthouden. Maar kijk hoe cool. Ik denk dat ze dat wel heel erg leuk gaan vinden in het bad. Ik Bella liggen op de mooie nieuwe plek. Ze zeurt om iets, hè? Nou, ik vond hem heel leuk. Nu niet meer? Ik ga niet meer blij doen, want je filmt me. We hebben net broodjes gegeten. Ik heb het niet helemaal op. Ik was al vol. En Michelle, de dikste, heeft het wel op. Ja. Die gaat zo weer editen. En ik ga zo de was doen. De boodschappen zijn ook weer bezorgd. Alleen er mist een deel diepvriesproducten. Dat ligt bij iemand anders. Oh jee. Dus dat wordt straks geregeld. Als het goed is, komt zo'n collega van hem of hij zelf komt het even naleveren. Ik heb hier de boodschappen alvast neergezet die ik wel kan gaan filmen. En dan film ik de rest later. Dat kan gebeuren. Nou, die boodschappen heb ik ook weer gefilmd. Nou is het alleen wachten op diepvriesgedeelte. Dus ik ga even editen, want ik kan nu ook even niet naar zolder lopen om de was in het droge te doen. Anders ben ik niet op tijd beneden om de deur open te doen. Plus ik hoor hem niet goed, de bel. Dus daar wacht ik nog even mee. Dat doe ik dan straks. Dan kan ik maar beter even gaan editen. Ik was met de weekvlog bezig. Ik heb dus nu die weekvlogs allemaal achter elkaar geëdit. Moet er nog eentje. Ik moet gasthoudervlog nog. Die ga ik nu eerst doen. Gasthoudervlogs. Want die moet woensdag ook online. Morgen heb ik de kinderen weer. Dan komt er ook helemaal niks van editen natuurlijk. Dus dat ga ik nog eventjes doen. En wacht op de Jumbo. Levering deel 2. Oké, dit is dus die bar die in het water kan drijven. Die is echt huge. Kijk hem. Ik zal even achter de bar gaan staan. Tja. En dan heb je zo allemaal bekers om je heen. En dan kun je hier dus ijsklontjes en
flesjes in doen. En hier kun je dus alle bekertjes bier of drankjes in doen. Inmiddels ben ik met het eten bezig. Heb ik ondertussen ook de tuin een beetje opgeruimd. Kijk, let niet op het geschreeuw, dus ik ben boos op het schoolplein. Kijk, het ziet er al ietsje beter uit. Dit nog even vegen. Dat kan morgen ook. Oké. Heel erg geschreeuwd buiten. Maar ik ben broccoli aan het maken. Het heeft een beetje overstroomd. Broccoli. Aardappeltjes. Kip gehakt schnitzel. En een champignonsausje. Ja, en terug van op de kindjes passen. Ik zal een beetje uit het felle licht weglopen. Misschien dat het hier even wat beter wordt. Het is hartstikke donker al. Het is 11 uur. Ik heb nog heel eventjes een broodje gegeten. Want ik had vanavond heel vroeg al gegeten. Omdat ik om 6 uur al bij Agnes moest zijn. Ik zou vanaf 6 uur op de kinderen passen. Dat was super mooi geworden. Het is nu af. Maar ja, daardoor moest ik wel even vroeg eten. En dan krijg je dus later op de avond wel honger. Dus ik heb even een broodje gegeten. En ik had deze, had ik dus gratis bij de Jumbo gekregen. Ginger, Royal Club Ginger Beer. Dus eigenlijk een beetje een soort van tonic met ginger smaak. Ja, wel lekker, maar niet echt geweldig of zo. Maar ja, goed. Het is wel een lekker smaakje. Dus die was ik even op drinken nog. En dan is het nu tijd om te gaan douchen en mijn bed in. Morgen zijn de kindjes er weer. En dan even kijken hoe ik dan met vloggen ga doen. Ik denk dat ik dan gewoon voor de gastoudervlog ga. Misschien heb ik tussendoor nog voor mezelf een beetje kan vloggen. Dat ik toch nog een vlog heb. Maar ik weet het niet. Ik ga even kijken of dat gaat lukken. Het is gewoon even een soort van uitdaging voor mij. Deze vlog is klaar. Want ik ga naar bed. Ik dank je wel voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven als je hem leuk hebt gevonden. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden op de abonneerknop. Dat is leuk. Dat is gewoon leuk. kijk je dit in de ochtend, dan wens ik je een hele fijne dag. En anders slaap lekker voor straks. Doei doei!